je dat? Dat gespin? Dat komt van een groot aantal katten die hier in Autoworld verzamelen hebben geblazen. Want de Jaguar E-Type is 60 jaar. En dat is uiteraard reden genoeg voor een groot verjaardagsfeest. Conservator Leo die heeft de leukste stoeipoezen uit die 60-jarige geschiedenis hier verzameld. En ja, we gaan eens naar hem, dat hij al een klein tipje van de sluier kan oplichten van die Expo 60 jaar Jaguar E-Type. Kom maar mee. Hey Leo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een icoon zeg. En 60 jaar ondertussen al? Ja, Series 1. Series 1. Dit is de oudste auto die we hier in de tentoonstelling hebben. Mm-hmm. Het is een zogenaamde outside bonnet lock. En waarom heet die auto zo? Als je kijkt op de zijkant van de motorkap, zijn de sluitingen nog zichtbaar. Ja. Enkel de eerste 385 auto's hadden dat. Oké. Okay. En die waren ook allemaal links gestuurd. En hoe komt dat? Ja. Die auto's... De E-Type was eigenlijk gebouwd voor de Amerikaanse markt. En dus hebben ze gezegd, we gaan zoveel mogelijk links van de productie links, dat ze direct naar Amerika kunnen gaan. 385 dus outside bonnet locks. Heel zeldzaam nu. En bon, er worden ook wel valse outside bonnet locks gemaakt. Uiteraard, zo maar gaat dit dat. Is... Maar dit is de echte nummer 209 van de productie. Oké, dus... We spreken hier effectief 60 jaar geleden met deze. Absoluut, ja. Dat is een auto die moet dateren van de zomer van, of ja, van, de zomer van 1961. Okay. Ik zie de daarin staan met zijn motorkap open. Ja. Dus, want, ja, wat legden ze daar dan toen in, 60 jaar geleden, van motor? Ja. De E-Type is eigenlijk afgeleid van de Le Mans-winner D-Type. D-Type, ja. En het leuke is, dus aanvankelijk de C-Type... had de motor uit de XK120 sportwagen. Ja. En die motor blijft verder evolueren en komt uiteindelijk ook terecht zelf in de E-Type. Oké. Okay. Zes cilinder in lijn, drie SU-carburatoren en in dit geval een 3,8 liter cilinderinhoud. Mm-hmm. Vanaf 64 wordt dat 4,2. Oké. Okay. Die motor heeft 267 pk... Wat voor die tijd niet te onderschatten was voor een sportwagen. Andere leuke kenmerken. Een auto had al vier schijfremmen. Ja, ook dat al, herinnert mij. En vier onafhankelijke wielen. Amai. Dus het was een hele moderne sportwagen die een fractie kostte van een concurrerende Ferrari. Want je moet het zo wel zeggen. Ah, oké. Ja. Zeg, ik zie ook drie ruitenwissers. Ja. Is dat... Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken omdat de voorruit zo laag was. En om, ja. Maar dat is een kenmerk. Ik geloof enkel dat de laatste series geen drie keer ruitenwissers hadden. Maar dus dat is zo'n typisch kenmerk van de E-Type. Ook vooruitstrevend, hè? Drie ruitenwissers. Ja, we gaan zeggen zeldzaam. Zeldzaam, ja. Maar ik beschrijf dan op, want ik zie daar nog een podium. Ik vermoed dat daar dan de latere... Ja. Ja, we staan hier nu ook bij een E-Type, duidelijk, maar... Ja. Het glas is weg, ik zie geen die dingen niet meer, die bonnets, de sluitingen. Outside bonnet locks. Ja. Er zijn in groot drie series van de E-Type geweest. Ja. De series 1 tot in 1967. En van 67 tot 68 spreken wij van de series 1.5. Hoewel dat geen officiële Jaguar terminologie is, maar de verzamelaars spreken van de serie 1.5, omdat die al zoveel nieuwe kenmerken had die later zouden terugkomen op de serie 2, dat het precies een andere auto is. Maar is dat wel een 1 nog altijd? Het is nog altijd een serie 1, maar bon, ze noemen 1.5. Ja. Belangrijkste verschil, geen overkappingen niet meer op de koplampen, omdat ze problemen hadden met het water dat erin kwam. Met water dat erin kwam en met nevel enzovoort. En zo gaan we verder naar de serie 2, okay. Die qua uiterlijke kenmerken ook al heel dicht aanleunt bij de serie 1.5. De auto kreeg servo. Oké, toen al?
Ja. De auto werd comfortabeler, zou ik zeggen. En in de motor, is dat nog altijd die 6 in lijn? De motor is 4,2? De 6 in lijn die vanaf 1964 een 4,2 liter werd. Hè. Ja. Leuk aan deze auto, dit was de persoonlijke auto van Dennis Jenkinson. Ah. De fameuze Engelse journalist die samen met Stirling Moss de Mille Miglia gewonnen heeft in 1955. Okay. En dit was zijn persoonlijke auto. Hij heeft die 20 jaar gehad. En dan hangt wel een Belgische nummerplaat op, dus gekocht door een Belg. Hij is in Belgische handen, maar dus zijn originele nummerplaat hangt er nog op. Tof zeg. Ja. Ja, en dan schuiven we verder in de geschiedenis. Hè? Dus ja, de E-Type, ik heb het al gezegd, was voor de Amerikaanse markt in de eerste plaats. Ja. Jaguar had een 12-cilinder. Vanaf 1971 komt de serie 3 met de 5,3 liter 12-cilinder. En servo en automatiek. Hoofdsteunen zelfs. Hoofdsteunen, al wat je wilt. Vooral kenmerkend is de zeer grote grillen. En het gebruik van een beetje meer chroom als op de eerste series. Deze auto is heel bijzonder, want die heeft slechts 2000 originele miles. Die zit dus in zijn originele lak, heeft nog zijn originele interieur en is handgeschakeld, wat ook een grote zeldzaamheid is. Man. Ja. Er bestond van de serie 3 ook een coupé-versie. Jaguar introduceerde in 1966 naast zijn gewone coupé een 2+2. Ja. En voor de derde serie was de coupé enkel nog de 2+2 carrosserie. Dus ook langere wielbasis en zoals je ziet een wat hoger dak en een grotere voorraad. Heb je daar een idee van hoe dat de verhouding zat qua verkoop tussen coupé en cabrio in de E-Type? Wat was het meest gegeerd? Van werd het meest verkocht? Ja, uiteraard de roadster was het meeste. Maar ik heb geen getallen. Ja. Ik weet dat er in totaal, dus van 61 tot 74, zijn er ongeveer 75.000 E-Types gebouwd. Amai. Ja, voor een sportwagen is dat eigenlijk niet meer slecht, dan behoorlijk. Niet hè? Slecht, ja. Ja, nu dat we hier eigenlijk over de specialetjes zijn, uiteraard Leo, zoals we van nu gewoon zijn, heb je er ook een aantal verzameld en die staan aan de andere kant. Hè? Ja. Zullen we even naar daar gaan dan misschien? Hè? Ja, kijk Leo, ik zie dat er ook een moderne interpretatie van de E-Type tot in Autoworld is geraakt. Inderdaad. Dat is de F-Type. Ja, dat klopt. We hebben hier een gewone F-Type staan. Ik kan u beloven... Of de mensen, Jaguar heeft ons beloofd dat we een F-Type Heritage gaan krijgen. Dat is een speciale serie die gemaakt is ter gelegenheid van de 60ste verjaardag. In een speciale kleur groen, een soort van British Racing Green. Met een extra luxueus interieur, met extra labeltjes enzovoort. Ja. En 60ste verjaardag, 60 exemplaren van de Roadster en 60 exemplaren van de Coupé. Dus dat is eigenlijk een cadeautje van Jaguar aan zichzelf voor 60 jaar E-Type. En aan zijn klanten. En aan zijn klanten. Ja. Ja, maar ze zullen er wel snel moeten bij zijn, hè, als ze maar 60 zijn. Ik heb mij laten vertellen dat hem al is uitverkocht. Oei, dus, ja, oké. Okay. Dus hier is het eigenlijk mee begonnen, want ik lees hier C-Type, dus ja. Inderdaad. A, B, C, D, E. Ja. Dus na de oorlog ging Jaguar zich toeleggen op, ook op de competitie. Ja. Zij maakten op basis van de XK120 van hun succesvolle sportwagen, op hetzelfde chassis bouwen ze een racewagen. Met een buizenframe en een aluminium carrosserie, maar nog altijd met de 6-cilinder in lijn, op dat moment 3,4 liter. Ja. En ze gaan daarmee naar Le Mans. En ze winnen in 1952 en in 1953 winnen ze met deze wagen de 24 uur van Le Mans. Niet met een deze, maar ja, met een gelijkaardige model. Auto. Maar ja, C-type. Dus we moeten er nog twee doen eer dat we aan onze E-type zitten. Hè? Dus ja. Nog één. Hè? Ah, we nog één. Nog de D-type. Nog en die staat dan hiernaast. En hier achter mij staat de D-type. Opvolger van de C-type. Ja. Op dat moment, dus de auto is ontwikkeld door meneer Sayer. En meneer Sayer heeft ook de E-Type ontwikkeld. En die kwam van bij Bristol Vliegtuigen. Ach zo. En de D-Type is eigenlijk de eerste auto waar dat consequent vliegtuigtechnologie
in gebruik is. Je ziet de vleugel daar van achter al staan. Dus, De motor is nog altijd op dat moment in het begin de 3,4 liter zescilinder. Maar de carrosserie is in aluminium en een zelfdragende structuur, een monocoque zoals ze dat noemen. Met enkele aerodynamische astussen, zoals bijvoorbeeld de vleugel. De D-Type wint in 1955, 56 en 57 de 24 uur van Le Mans. Dit is een replica van de auto die in 1957 heeft gewonnen. Ja. Met de Écurie Écosse. Dat was een Brits team. Of misschien een Schots team. Herkenbaar aan de kleur wit en blauw. Blauw, de kleuren van Schotland. Ja. En dan hebben ze eigenlijk, omdat die auto zo succesvol was, de technische basis daarvan behouden om dan eigenlijk een weg afgeleide te maken, wat dan de E-Type geworden is. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Hebben ze eerst nog de XKSS gemaakt met de overschot van de chassis. Er zijn 71 D-Types gebouwd, waarschijnlijk. En ze hebben 16 XKSS'en gebouwd met, op basis van de D-Type chassis. En dat was gewoon een racewagen voor de weg. Die had twee normale zetels, die had een normale voorruit en die had geen vleugeltje. En dat was het? Niet meer. En dat was het. Maar voor de rest was dat eigenlijk een racewagen. Jammer genoeg heb ik er geen gevonden voor de tentoonstelling. Maar ja, dan van die overschotjes eigenlijk, komen we dan nu hier. Ja. Maar dit is weer al iets anders. Ja. Dus Jaguar wou de successen van de D-Type. Hè, ze hadden dan de E-Type gemaakt en heel snel daarna zeggen ze, we gaan proberen van nog successen te halen op circuit. En eigenlijk staan de auto's hier verkeerd. Ah ja. Want de eerste die ze gemaakt hebben is de low drag, die we hier zien. En low drag staat gewoon voor lage luchtweerstand. Ja. Uiteraard is die auto heel licht enzovoort. Ja. Maar er is er maar één van gebouwd. Oké. Er is één prototype gebouwd door de fabriek. Hij bestaat nog, maar ik weet niet waar hij staat. Dus het is een replica. Een replica. Een zeer trouwe replica van links. Ja. En ze hebben dan 12 lightweights gebouwd, waarvan je hier ook een exemplaar ziet staan. Nog altijd dezelfde motor, maar uitgeboord tot het was oorspronkelijk een 3,8 en hij is uitgeboord tot 4,9 liter. Oké. Als ik het goed voor heb. Ja. Dus eigenlijk is die E-Type ontstaan uit de race pedigree dat Jaguar de jaren, naoorlogse jaren eigenlijk heeft opgebouwd tot begin jaren 60. Dat klopt. En ze hebben dus van de E-Type enkele raceversies gemaakt die uiteraard wel succes gehad hebben, maar die niet de 24 uur van Le Mans niet meer gewonnen hebben. Ja, bon, dat zijn, zoals gezegd, het is maar een greep uit wat hier staat, want hoeveel auto's heb je deze keer verzameld? In totaal staan er 15 auto's, waarvan 13 E-types. Ja, en allemaal met een verhaal? Allemaal met een verhaal. Heel veel van de auto's zijn ook in originele toestand. Met weinig kilometers. Dus dat maakt het des te interessanter? Maar dat maakt het des te interessanter. En uiteraard, ik moet zeggen, kijk, als je een podium hebt met 10, waar 10 E-types naast elkaar staan, die auto is zo mooi. Absoluut. Die vult deze grote ruimte eigenlijk. Absoluut. Ja, ja. En dan moet het beste nieuws nog komen, Leo, want van wanneer tot wanneer loopt de tentoonstelling? Ja, de tentoonstelling loopt vanaf 4 juni, dus vanaf heden, tot en met 29 augustus. Dus, volle vakantie. Met andere woorden, als jullie nog geen vakantieplannen zouden hebben, dan heb je die nu. Want ik zou zeggen, kom allemaal naar hier, naar Autoworld, dan kan je deze prachtige exemplaren die hier staan en op de andere podia van voor, het kunstwerk dat de E-Type effectief ook is, kan je die met eigen ogen komen bewonderen. Leo, alweer hartelijk bedankt voor de rondleiding en voor uw tijd. Jullie bedankt voor het kijken. En dan zou ik zo zeggen, tot hier, tot in Autoworld. Bye bye. Bye.